Zelf ben ik als fluitteler gestart in seizoen 8-79 met als doelstelling ons te verbreden in het hardfluit. Wij hadden een perenbedrijf via ons vader en wij hebben vandaag nog steeds als hoofdteelt perenteelt. Wij zijn voor een stuk gaan diversifieren, een modewoord van deze tijd. Wij hebben gediversifieerd naar de appelsappen 5 jaar geleden. Wij dronken al in ons gezin 25 jaar appelsap. Wij vonden dat heel lekker. En wij vonden het eigenlijk heel triest dat hier in zo'n regio met zo gezond fruit weinig geappelsap werd. Want we hebben daar ondertussen werkwoord van gemaakt. We gaan appelsappen. Dus door de strenge controles mogen wij met fierheid zeggen dat wij tot de Europese top behoren. Met ons gezonde producten moesten wij toch wel een andere bestemming ook kunnen geven. En daarom hebben wij beslist toen van appelsap te maken, appelsap te persen. En dat oorspronkelijk aan te bieden in scholen. Kinderen moesten leren hoe gezond dat ons appelsap van onze bodem is. Stilletjes aan hebben wij ook de kleinhandel bewandeld. Hebben wij ons sap hier en daar aangeboden. Mensen waren er eigenlijk in de buurt wel echt enthousiast over. En van het een komt het ander. We hadden dus Sint-Truiden een klein beetje veroverd, als je dat mocht zeggen zo. We dachten, nu gaan we een keer een beetje verder. We gaan een keer in Hasselt kijken of daar ook interesse is. En van Hasselt naar Genk. En van Genk naar Mazeik. En dan van Sint-Truiden naar Geel. En van Geel naar Turnhout. En van Sint-Truiden naar Antwerpen. En van Sint-Truiden naar Gent. En ondertussen zitten we ook in West-Vlaanderen onze appelsapjes te verdelen. De logistiek doen wij grotendeels zelf. Nu is het wel zo. Onze oudste zoon Dries werkt en in het fruitbedrijf en in het appelsapbedrijf. Hij doet de kleinhandel. Hij prospecteert de kleinhandel. Hij belevert de kleinhandel. Daarnaast hebben we een paar groothandelaars. Die komen het appelsap hier halen. En die zorgen dan ook voor de verdeling. Zowel provincie Limburg als stad Sint-Truiden hebben enorm veel geïnvesteerd in het bloesemtoerisme en het oogsttoerisme. Iets dat plots ontstaan is, maar waar de toerist, en zeker na het cataract gebeuren hier in Zuid-Limburg, waar de toerist volledig op ingegaan is. Vroeger waar wij woonden hadden wij een schuur en daar deden wij ons bedrijfsbezoekjes. Dan hebben wij gedacht van we willen iets hebben in het midden van de plantage. Wij willen mensen aantrekken en mensen laten onderdompelen in het fruit. Zowel de rust als het fruitgebeuren als onze appelsap hebben wij onder één tent geplaatst. We hebben elke zondag een zondagterras gehad, zodat mensen konden ons producten leren kennen, komen proeven. Dat is ook wel gelukt. We hebben ontbijten gehad, we hebben avondactiviteiten gehad, we hebben wandelingen gehad. Mensen kunnen hier picknicken en achteraf ook degusteren van zo'n producten. Ze krijgen een rondleiding, ze krijgen via een televisiescherm krijgen zij een filmpje te zien van ons bedrijf. Er komen veel toeristen naar hier. Die toeristen zijn ermee gediend van iets mee te nemen. Als wij in Frankrijk zijn, wij willen ook iets meenemen. En die waren heel blij met het appelsap, maar die vroegen altijd ook naar meer. Confituur, hebben jullie dat? Dan zijn we beginnen te denken, we gaan iets doen op dat vlak ook. En 2 jaar geleden zijn we begonnen met confituurtjes te maken. Exclusief, in die zin, we wilden ons onderscheiden van de confituren die je in de winkel krijgt. En we zijn op zoek gegaan naar exclusieve potjes. En ook qua inhoud zijn we in die zin exclusief dat wij een zeer laag suikergehalte toevoegen. En dan hebben de mensen ook een exclusief product. Want ik denk, als je zoiets overweegt, moet je iets doen wat je zomaar ergens anders niet kunt kopen. Want anders heeft het geen zin. En dat is eigenlijk vrij goed aangeslaan. Doordat wij ook onze vaste leverroutes hebben van ons appelsap, kunnen wij dus ook die confituurtjes meenemen. Het fruitbedrijf blijft onze steunpilaar. Wij hopen natuurlijk in de toekomst met onze appelsappen nog meer uit te breiden en ook naar het buitenland te gaan. Dat ook. Dan hebben we onze fruitige nevenproducten, de geleien, de confituren, waarvan we nu een 15-tal soorten maken, hopen wij ook uit te breiden. Wij hopen ook in de toekomst stroop te maken. Wij hopen een diversifiering op dat klein fruit ook te hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld
wafels met fruit, koekjes met fruit. Er zijn zoveel mogelijkheden die je kan doen met ons lekker Haspengouws fruit. We zijn absoluut op dat vlak niet uitgeput.